Er is ook aangegeven dat er geen geloof meer is in de vakbeweging. Ik kan mensen niet kwalijk nemen voor een mening. En vanwege misschien ervaring van bepaalde mensen. Maar we moeten ook eerlijk zijn. Je kan niet iedereen onder één kam scheren. En mensen moeten ook leren hun verantwoordelijkheid op hun schouders te nemen. Want iedereen is een Facebook-fighter. Iedereen vecht op WhatsApp. Iedereen heeft zoveel commentaar. Maar wanneer er acties worden uitgeroepen, waar is de samenleving? Wat zijn ze? De vorige regeerperiode, en ik praat niet voor een regering. Ik geef gewoon aan wat de realiteit is. De vorige regeerperiode is er aangegeven dat IMF Nom Kong. Er zijn duizenden mensen op straat gegaan. Duizenden. Deze regeerperiode, dezelfde regering die toen de oppositie was, is weer gekomen met IMF nu. Er zijn verschillende groepen opgekomen, waaronder 1 staat tot 6. Waar was de gemeenschap? Dus ik vraag me af, heeft men geen geloof in die vakbeweging of heeft men geen geloof in zichzelf? Want wanneer we hier zitten en wij praten over een brief die is geschreven naar de president met betrekking tot effecten die ons allemaal gaan raken wanneer het gaat om de BTW-wet, dat denk ik niet dat wij moeten zitten en zeggen, hey, meneer Paul, of hey, meneer Brip dit of meneer Brip dat. Jij moet ervoor zorgen dat je erbij bent, want ik ben erbij. Ik weet niet van de rest. Ik kan niet praten voor de rest. Er zijn werkelijk fouten gemaakt, ja. Maar ook in huis maken je ouders fouten. Wat ga je doen? Je long wil je also of je das is. Nee, toch? Leden moeten leren dat ze ook een verantwoordelijkheid hebben. If you vindt dat je bestuur in de wansansane bongo, wat kan met die tak naar je bestuur? Ga kijken wat is werkelijk de realiteit. Want soms hebben de mensen het ook mis.